Goedemiddag, leuk dat u kijkt naar U Online. Het programma waarin we de opvallendste tweets en posts op social media voor u op een rijtje zetten. Bart, jij volgt alle kanalen op de voet. Wat is er opgevallen deze week? Nou, het ging natuurlijk vooral heel veel over de panda's die voor het eerst te zien waren. En ook over het misschien wel verdwijnen van de legendarische judo-school van Anton Geesink. Maar we moeten natuurlijk beginnen met FC Utrecht. De ploeg plaatste zich voor de voorrondes van de Europa League door een 3-0 achterstand weg te poetsen tegen AZ. Na een zenuwslopende penaltyreeks trok Utrecht aan het langste eind. Laten we even kijken, omdat het zo leuk is, naar afgelopen zondag. Die scoort! Oh! Ja! 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 Willem Jansen! De aanvallende bal is voor Willem Jansen! Pas het daar! Oh, Joep! Ja! 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 Sebastian! Gaat hij geel geven? Is de vrouw daar? Ja, rood! Lucas Groot! En daar is het Jansen! Op de lat! Ja! 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 King out of Kerk! Ja, we gaan Europa in. Een feest, het werd goed gevierd. Dat kun je wel zeggen, ja. Het was echt uitzinnig van vreugde. Het was natuurlijk een 3-0 achterstand van ze dachten, die gaan we nooit meer goed maken. Dat gebeurde dus wel. En traditioneel gezien rent iedereen dan keihard het veld op. Daar hebben we ook wat beelden van. Die circuleren gelijk heel veel op social media. Laten we even naar gaan kijken. Ontzettend veel feest dus op en rond het veld. Het was later ook in de binnenstad dat fans alsnog feest gingen vieren. Dat zie je ook aan het einde van dit filmpje. Iemand maakte daar beelden van, zet het op Twitter. Dit is op het ledige erf. Ja, superveel, ja, inderdaad. En superveel lyrische complimenten ook uit de mensen op Twitter bijvoorbeeld. Eline die zegt, ik ga voor de vijfde keer de samenvatting terugkijken. Ja. Zo mooi vond ze de wedstrijd met al die gemiste penalties en al die doelpunten. Iemand anders zegt, deze wedstrijd past in het rijtje Celtic thuis en Ajax thuis, die met 6-4 werd gewonnen. Oftewel echt een van de meest bijzondere wedstrijden ooit. En er was ook nog een fan die zei, als ze die 3-0 achterstand tegen AZ nog goed maken, dan spring ik in de gracht. En hij hield woord. Hier zie je hoe die het best wel vieze volgens mij water ingaat. Het is toch heel vies water, dit? Godverdomme, ja, ik zou het niet doen, hoor. Nee, nou goed. Hij was een man van zijn afspraak en hij hield zijn woord. Netjes. Utrecht speelt dus in juli ook weer verder in de voorrondes van de Europa League. Maar niet in de Galgenwaard, hè? Nee, want dat is het EK voor vrouwen bezig. Dus dan is de Galgenwaard bezet. Dus moet FC Utrecht uitwijken naar Waalwijk, het stadion van RKC. Daar zal dan de eerste wedstrijd gespeeld worden. En Derek die zegt nog op Twitter, FC Utrecht gefeliciteerd. Maar hij verwijst wel even naar een aantal jaar terug, toen FC Utrecht zich ook kwalificeerde voor de Europa League. Hij zegt nu niet uitgeschakeld worden door de kampioen van Luxemburg, zoals de vorige keer. Dat was erg pijnlijk. Hopelijk gaat het dit keer iets beter. Ja, zonde, want er spelen ook heel veel amateurs, geloof ik, hè, daar in Luxemburg. Bij die Luxemburgse clubs wel, ja. Dat was vrij gênant dat Utrecht dat verloor. Ondertussen is Utrecht ook druk bezig om weer nieuwe aanwinsten aan te trekken voor volgend seizoen. Er zijn ook al wat aankopen gedaan, toch? Ja, nou, Dessers komt van NAC. Dat is de topscorer van de Jupiler League. En ook van de streek van Cambuur lijkt te komen. Dus ze zijn al heel druk bezig om snel nieuwe spelers te halen. Dinsdagavond was het dan eindelijk zover. Renen kon voor het eerst kennis maken met de reuzenpanda's. Wu Wen en Xinya hebben hun eerste stappen in het buitenverblijf van Pandasia gezet. Onder grote belangstelling van pers en genodigden was het spannende moment daar. Onze camera's waren er natuurlijk ook bij. Er gebeurt niks. Nee. Maar de vraag is, komt ze er buiten? En kijk eens. De vrouwtjespanda Wu Wen komt naar buiten. Beneden zit ze, hè? Ze zit beneden, begrijp ik. Ja. En ze in een kelder ook. Ja, je zou het zeggen, de wijnkelder. Ja, ik ben absoluut blij. Ik vind het geweldig. Ik moest naar die kinderen kijken hoe geweldig die dat vinden. Wow, ik ben echt super blij dat hij gelijk naar buiten kwam.
Binnen 30 seconden was die er al. Het was ongelooflijk. Hoe leuk was deze middag, jongens? Hoe leuk? Ja! Wauw, wat een happening. En zelfs ja. Jan-Peter Balkenende was aanwezig. Ja, zelfs hij, ja, die heeft heel lang gelobbyd voor die pan, voor de komst van die pan. Dus dat was de reden dat hij, erbij was. Maar mensen waren echt helemaal door het dolle heen bij het zien van die eerste beelden, wat je aan het begin van het filmpje zag. Ja. En heel veel mensen hebben ook gelijk foto's van die beesten op Twitter gezet natuurlijk. Oh. Kees Hogenhuyck, verslaggever van ons, die maakte deze foto van een chillende panda. En die werden dan echt heel veel gedeeld en geretweet. Want iedereen vindt het natuurlijk super mooi om dat te zien. Iemand anders zegt, op bepaalde momenten wil ik ook wel een panda zijn. Deze hangt er ook echt bij. Dus je denkt, wat een bijzondere pose. Ja, leeft hij nog, hè, eigenlijk. Inderdaad. Maar er was echt media-aandacht van nou, de hele wereld. Dit is de Global Times. Dat is een Engelstalig dagblad uit China. Waar ze natuurlijk vandaan komen, die panda's. Ja. En ook zij besteden de aandacht aan. Het was echt overal hot nieuws. We hadden zelf een Facebook Live dinsdag, waarbij we anderhalf uur lang hebben uitgezonden het grote moment. Er zaten een paar heel leuke fragmenten in. Onder meer het zoontje van de directeur van het Ouwehands Dierenpark. Die kon op heel veel empathische reacties rekenen. Laten we even gaan kijken. Mats, wat vind jij van jouw vader? Ja, ik vind het een topvader dat hij hier werkt. En ik vind het echt heel erg leuk. En ja. Hoe trots ben je op je vader? Heel erg trots. Na 16 jaar is het eindelijk zover en zijn ze er. Ja, ik ben heel blij. Wat een mooi moment, hè? Ja. Ja. Nou, dat lijkt me prachtige woorden, toch? Ja, dat is mooier kan het niet worden. Ik heb wel eens gezegd, de directeur van de McDonald's is populairder, maar ik doe het goed, hoor ik al. Ja, dat was een trotse directeur eigenlijk. Mm-hmm. De eigenaar, Marcel Boekhoorn, was ook uitzinnig, hè? Die was heel blij. Die heeft echt jarenlang gelobbyd voor de komst van die dieren. Dat is dus de geldschieter eigenlijk. Mm-hmm. En die kwamen ook even voor de camera tegen. Dat had voor me al een beetje geproost van tevoren, want hij was in een olijke bui. Ja, ik voel me geweldig. Dit is een enorme ontlading. In één keer na 17 jaar werken is het resultaat zichtbaar. En kijk naar de kinderen. Kijk hoe iedereen aan het genieten is. Het is geweldig. Zelfs een panda in het pak? Uiteraard. Ik ben Mr. Panda sinds vandaag. Ik kreeg van Balken de bijnaam Marcel P. Panda Boekhoorn. Dus dat moet ik wel even showen dat het ook echt zo is. Ja, die twee pandas maken een hoop los. Oké, dat is duidelijk. Maar er zijn ook heel veel mensen die er eigenlijk helemaal niks mee hebben met het hele gedoetje, toch? Ja, nou ik kreeg heel veel reacties binnen, vooral van mensen die zeggen van, moet er nou zoveel aandacht voor zijn? Is dat niet zielig voor die panda's? Bijvoorbeeld Viola, die zegt, arme panda's, hier moeten ze hier maanden van bijkomen. Nou ja, goed, ze zullen misschien. Zal het zo zijn, denk je? Nou ja, ze zijn natuurlijk vast wel gillende mensen gewend die dan rond dat verblijf staan. Maar ja, er komt wel heel veel op ze af misschien. Ja, ik ben geen deskundige op pandengebied, maar daar was wel wat discussie over. Femke, die zegt, ze worden natuurlijk goed verzorgd, maar het is zo zielig, die beesten in een kooi of achter glas. Ja, ja. Debbie reageerde, die zegt, deze panda's zijn niet in de natuur geboren. Vergeet dat niet, en als je ze loslaat, dan overleven ze niet. Maar goed, dat is dus wel de vraag die mensen hebben. Is het niet eigenlijk zielig, die dieren in gevangenschap? Ja, maar goed, dat geldt natuurlijk voor alle dieren in de dierentuin. Dat is waar. Daar gaan meer discussies over. Ja. De dag na de officiële opening was het de eer aan het grote publiek om een kijkje te nemen. En zo'n eerste keer panda's trekt natuurlijk echte fans. Sommigen kwamen in speciaal gemaakte panda-kleding. Oké, nou, dan gaan we eens lekker binnenkijken. En zo'n eerste keer panda's trekt natuurlijk echte dierentuinliefhebbers. Fabian en Karin gaan elk weekend naar twee parken. En vandaag zijn ze helemaal in stijl bij de panda's. Een stofje kopen en maken, hè? Ja, is niet zo moeilijk. Maar speciaal voor deze dag? Ja. Xinya en Wu Wen zijn meteen publiekstrekkers. Leuk. Ja. Lang op moeten wachten. Maar nou toch eindelijk gebeurt het. Ja, mooi om te zien, toch? Zeker, fanatieke fans. Oké. Het Ouwehands Dierenpark verwacht de komende tijd gemiddeld zo'n 6.000 bezoekers per dag te ontvangen. De politie is nog steeds hard op zoek naar de overvallers van een sigarenwinkel in Driebergen. Deze week hebben agenten in de buurt geflyerd in de hoop de daders alsnog te pakken. Het echtpaar Van Doren runt de winkel al 47 jaar. Als ze op 30 december de winkel willen sluiten, komen de overvallers binnen. De vrouw belt direct met 112. De politiemeldkamer. Overval bij Van Doren in Driebergen door sigarenzaak. In welke straat zit dat? Hoofdstraat 110 Rijzenburg.
Oké, daar is een overval gaande? Ja, ze zijn in de winkel. Ik ben achter in de kamer. Is dat met wapens? Ja, met wapens. Ik zie de drie heren. Wat voor wapens? Weet ik niet. Ik ben naar achteren gevlucht en ik heb de deur dicht gedaan van de kamer. Drie heren. Ja. We zijn met spoed onderweg, mevrouw. Ik sta te trillen. Dus snap het ik. Ik hou u aan de lijn tot de politie er is. Ja. Wat een angstig moment voor deze vrouw. Heel indrukwekkend, vooral hoe rustig ze ook blijft. Deze beelden waren dus in bureau Hengeveld, ons opsporingsprogramma, omdat die daders dus nog niet gevonden zijn. Mm-hmm. En er was heel veel bewondering voor die vrouw aan de telefoon. Ellen bijvoorbeeld, die zegt wat knap dat ze het zo duidelijk en rustig kan vertellen. Ik wens hem veel sterkte toe de komende tijd. En Ellie, die zegt ook veel sterkte voor de mevrouw aan de telefoon. Dit gaat je niet in de koude kleren zitten. Dus heel veel bewondering voor haar rustige toon. Ja, en hoe is het verder afgelopen? Nou, die daders, dat zijn dus drie verdachten, zijn nog steeds niet gepakt. Dat is inmiddels een half jaar geleden. Het feit dat de politie nu ook dit audiofragment naar buiten brengt, geeft aan dat ze echt heel veel prioriteit aan geven. En die mensen echt op willen pakken. Het einde dreigt voor de oude judo-school van Anton Gezink in Utrecht. Op de plek van de sportschool in Ondiep moeten nieuwe appartementen komen. Volgens de beheerder is het pand verkocht aan een vastgoedhandelaar. En er zijn nu allerlei spelletjes gaande om de judoka's er snel uit te werken. Terwijl er is afgesproken dat de sporters er tot in ieder geval 2018 mogen blijven. De zoon van de beroemde judoka is niet zo rouwig om het verdwijnen van de sportschool. Ik zou er niets op tegen hebben als op de plek waar de Anton Gezinkstraat sportschool is, dat daar ook een iets moois neer wordt gezet. Dat zou me meer vrede doen als dat ik het pand nu zie staan met alle graffiti en weet ik het allemaal niet. Want het is nou gewoon een soort kraakpand. Anton Gezink junior en mevrouw Gezink hebben mee te maken. En ik weet dat zij totaal geen interesse hadden in de sport of wat dan ook. Het was alleen maar een blok aan het been, die sportschool. Ja, het is toch Utrechts erfgoed, hè? Ja, nou, je bent niet de enige die dat vindt. Mensen op Facebook vinden dat ook. Cynthia, die zegt bijvoorbeeld, dit is een begrip in Utrecht. Ik heb er zelf nog judo gedaan met Anton Gezink samen. Er verdwijnen steeds meer dingen uit het Utrechtse straatbeeld waar mensen heel erg nostalgisch worden. Broodje Plof bijvoorbeeld, dat cafetaria. Nu weer dit. Els zegt ook, het zou vreselijk zijn als het weggaat. En er was ook iemand die een heel realistische uitspraak deed. Christina die zegt, uiteindelijk draait het jammer genoeg allemaal om geld. Ja, dat is vaak met dat soort dingen. Ja, helaas wel. Op de een of andere manier scoren dierenfilmpjes altijd goed online. Bart, jij hebt weer iets bijzonders gevonden. Ja, er waren twee heel bijzondere dierenfilmpjes. Ik zal de allergrappigste voor het laatst bewaren. Maar eerst kwamen we tegen een boswachter op de Utrechtse Heuvelrug. Die vond een heel bijzonder natuurfenomeen, namelijk een heel grote mierenhoop. Ik klik hem aan. Holy moly. Check dit dan. Echt, ik heb nog nooit zo'n grote mierenhoop gezien. Allemaal rode bosmieren. Moet je kijken, joh. Hoeveel? Vet hard aan het werken, met takjes aan het sjouwen. Nest helemaal op orde maken. Vet, man. Het is wel een enorme hoop. Ja, dat kun je wel zeggen. Bijten ze ook, deze mieren? Ja, ze kunnen bijten, geloof ik. Bijten doen ze. En maar alleen als ze lastig valt, geloof ik. Hij wilde ook niet vertellen precies waar het was. Want als je bang dat mensen naartoe gaan en het misschien wel slopen. Ja. Hij zette nog wel even een foto van zichzelf en de mierenhoop erop om het even in perspectief te zien. En hij is dus bijna 2 meter groot. Maar dit filmpje deed het dus erg goed op Twitter. Een ander filmpje van de politie van Hilversum deed het eigenlijk nog beter op Facebook. Filmpjes gemaakt in Loosdrecht, net op de provinciegrens. Vonden het te grappig om het niet mee te nemen. Ja. De beelden spreken voor zich, denk ik. Aad. De politieauto is daar dus neergezet voor iets. Ik weet niet precies waarvoor. Die werd in een weiland neergezet waar de paarden bij konden. En wat zijn ze aan het doen dan? Ja, die hebben jeuk, denk ik. Dit filmpje is maandag gemaakt. Toen was het echt super warm. Ja. Dus misschien dat die pakken die ze aan hebben nogal zijn gaan jeuken. Er kwam ook wel een grappige reactie op van Edwin. Die zegt, twerken met een politiewagen is toch gewoon strafbaar. Nou, dat hebben we niet nagebeld bij de politie. Maar we weten niet hoe het is afgelopen. Opmerkelijk filmpje. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van U Online voor deze week. Ja, heeft u nog leuke of mooie filmpjes? Stuur ze naar nieuws@rtvutrecht.nl en misschien ziet u ze wel. Inderdaad, een heel fijn weekend en bedankt voor het kijken. Dag. Tot ziens.